Niet. Ja. Bounce op die kerkbeat, je weet zelf. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Leuk om jullie weer te zien, of wat anders. Dat klinkt ook een beetje raar. Ik bedoel eigenlijk, leuk om weer te weekvloggen. Het is vandaag tweede paasdag, het is maandag. Wel een ander type maandag dan anders. Kinderen niet naar de crash, gezellig met z'n allen thuis. Gisteren had ik echt een superleuke verrassing. Ik dacht dat ik naar mijn schoonmoeder zou gaan, dat we daar een uitgebreide brunch zouden doen en zo. En op een gegeven moment stopte er een man voor mijn huis en ik dacht, wat lijkt die vent enorm op mijn pa. Maar ik denk, dat kan helemaal niet. En op het moment dat ik me dat realiseer, stapt mijn moeder ineens ons huis in. En zie ik echt zo, hè? Nou, ik was echt helemaal flabbergasted. Het bleek dat Jorik dat stiekem als verrassing had geregeld achteraf. Nou, het was echt super gezellig. Dus ik moest ook echt huilen toen ze binnenkwamen. Ik echt zo, nou ja, ze had ik echt helemaal niet verwacht. En ja, vooral ook, ze hebben Zoe en Mike best wel lang niet gezien. Of dan Zoe dan. Vorige keer ben ik alleen met Mike daar natuurlijk heen geweest. En toen ben ik ook alleen maar 's middags eventjes kort op de thee geweest. Maar nu waren ze hier gezellig gewoon even een dagje. En ja, was echt hartstikke leuk. En Zoe is een stuk minder eenkennig. Vorige keer moest ze alleen maar huilen met oud en nieuw toen ze bij mijn ouders was. Vond ze toch helemaal niks. En nu vond ze het echt superleuk. Ze zat de hele tijd bij mijn vader op schoot en zo. Dus het was echt een heerlijke, onverwachte verrassingsdag gisteren. Dus het was echt top. En nu gaan we wel naar mijn schoonmoeder. Want ik moest ook echt eventjes de planning in mijn hoofd bijstellen. Want ik snapte ook al niet. Jorik ging ineens eieren staan koken. Ik zei, waarom ga je nou eieren staan koken? Ik zei, we gaan toch naar je moeder. We hebben daar vet veel eten. Ik dacht, wat een onzin, weet je wel. Dus ik was helemaal geërgerd. En toen kwam mijn moeder ineens binnen en mijn vader. En ik dacht, nou ja. Hè? Dus ik moest ook echt even een soort van, even de boel reprogrammeren. Maar goed, vandaag gaan we dus wel naar mijn schoonmoeder. Dus ik neem jullie even mee. Lekker muziekje eronder. Lekker, even lekker genieten van het eitje zoeken en het eten. Ah. Hey, ik moet zeggen, ik vind paasdag altijd wel echt heel erg gezellig en leuk. Wat een feest! We zijn weer thuis. Nou, het was heel gezellig. Zo, ik moet zeggen, ik ben echt kapot moe. Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt reetmoe. Ik denk omdat de O weer in de maand zit. Huh? Dit is trouwens wel een leuke aanrader. Sparkling Green Iced Tea. Helemaal op van Jumbo eigen merk. En dan de mango smaak. Echt lekker. Dat is ook maar 99 cent voor 1,5 liter of zo. Echt... Normaal heb je natuurlijk groene ijs, dus vaak niet met prik, maar deze dus wel. En op zich, het is wel echt een lekker zomerdrankje. Zo, de laatste was zit erin en nu ga ik nog even lekker met jou fietsen. En dan zorgt Jor even voor de kinderen. Oeh, dat is met rietje wel, hè man. Wat een wind. Maar dat is wel weer fijn, hè? Ja. We zijn helemaal georganiseerd en wel, want de crashtasjes voor morgen zijn ook al weer ingepakt. Ik heb de jasjes ook weer gewassen, dus die zijn ook weer lekker fris voor morgen. En ik zal jullie vanavond de schrikbarende bult was laten zien die ik allemaal nog op moet vouwen. Mijn gunst. Het is echt heel erg dit keer. Echt. Het ligt nog net niet op het plafond, zou je kunnen zeggen. Het is hier helemaal beslagen. Hun twee zitten even in bad. En ik doe eventjes mijn huidroutine. Heb ik alvast maar gedaan. Het is half wacht nu. Zo is het trouwens in de stoel. Dus no worries. Kijk eens eruit. Dylan Havens weer met zijn mensen. Hè? Ik ga snel weer verder. Nou meneer, pak jij even een boekje uit? Zou we uitstellen? Hier is een boek. Mike, ja. Ga nou gewoon een boekje uitzoeken. Dat moet Mike, daar zijn boekjes. Ja, dat weet ik, dat daar ook heel veel boekjes zijn. Wauw, wat een hagel ook. Het is het sneeuw. Nou, pak nou maar een boek uit. Ik tel tot 10 en heb ik er een uitgezocht hoor. Duurt zo lang dit. 1, 2. Oh, nou, dat is lekker snel. Doe maar. Jeetje mensen, ik zit net. Het is, hoe laat is het in hemelsnaam? 9:15. Ik zit eindelijk met nog een stukje zelfgebakken boterkoek van mijn moeder en een kopje thee op de bank. Maar ik had echt absoluut geen zin om te slapen. Dat komt omdat hij dus in slaap viel. Om 5:30, 10 minuutjes. Gewoon even heel kort. Nou ja, heel kort. We moesten hem echt met keiharde muziek aan wakker maken.
De laatste tijd vindt hij wel weer heel lastig. Oh. Om het vol te houden tot en met zeg maar, het avondeten. Hij slaapt overdag niet meer. Op de crèche wel trouwens, maar in thuis niet. Maar de laatste tijd vindt hij, heeft hij er wel weer moeite mee. Het lijkt alsof hij alweer een beetje zijn overgangsfase zit of zo. Dan denk ik, nou kereltje, hij is bijna 3,5 over een half jaartje en je gaat naar school. Gaat hij er denk ik wel moeite mee hebben met het feit dat hij al 's middags niet kan slapen. Zo, ik denk wel echt dat hij back-off is als hij uit school komt. Maar ja, het punt is dan wel met hem altijd dat hij s'avonds echt knijterlaat in slaap valt. Ook al slaapt hij maar 5 minuten of 10 minuten of zo. Zeker op crashdagen is ook drama. Dan krijg ik hem gewoon bijna voor 9 uur niet in bed als hij een uur op de crash slaapt. Maar ja, ik heb al eerder gezegd dat ze hem daar kort moeten laten slapen. Maar hij valt daar echt om van de slaap. Dus ja, hij kan hem ook. Het lukt hem zeg maar niet om hem niet te laten slapen daar. Dus dat snap ik ook wel. Maar man, dat is vanavond ook. Dan slaapt hij maar 10 minuten. En dat is echt helemaal. Dus ik zei tegen Jorf of zo. Ik ben echt, echt een beetje kapot. Ik heb echt helemaal geen zin om die was op te vouwen. Nou ja, misschien maak ik er straks een beginnetje aan. Ik kijk wel even hoe ver ik kom. Maar ik heb gezegd, laten we het morgenavond maar even lekker samen doen. En nu ga ik heel eventjes Wil haar spraakberichtje afluisteren. Want die had volgens mij nog wat gestuurd. Gaat over morgen. Want morgen begint natuurlijk de werkweek weer. Goedemorgen mensen. We zijn er weer. Nou ja. Een soort van. Ik ga nu mijn lenzen maar eens even doen. Oh, ik ben zo geen ochtendmens. Echt gewoon. Nooit geweest. Ik zal dat nooit worden. Echt. Ik haat de ochtend. Ik ben maar gewoon lekker echt tot 10 uur in mijn nest liggen hoor. Tijd voor een ontbijtje. Inmiddels weten jullie wel dat ik heel vaak in de yoghurt nu de Moon Balance doe. Hij is bijna op trouwens nu. En de Energy Bomb van Your Super. Maar je kunt er dus ook smoothies mee maken. Het leek me wel eens leuk om even te laten zien dat dat ook dus echt heel erg simpel is. En zeker als je kinderen hebt en je denkt, goh, ze worden een beetje verkouden. Misschien moeten ze even een lekker extra boostje er tegenaan hebben. Dat je gewoon een smoothie maakt waar dit in zit. Want dan proeven ze het allemaal niet zo heel erg. En dit is ook wel een hele mooie variant trouwens. Hier kun je met Golden Mellow kun je ook zo'n kurkuma latte maken, weet je wel. Zo heel populair is. Staan hier bijvoorbeeld ook recepten op. Hier staat bijvoorbeeld eentje op waarbij je dan 200 ml plantaardige melk gebruikt. Of normale melk, maar net wat je wil. En dan voeg je een theelepel toe en dan heb je dus een turmeric latte. Dat klinkt altijd lekkerder hè, dan een kurkuma latte. Nou, zoals jullie weten is kurkuma natuurlijk sowieso echt heel erg goed voor je. En dat zit onder andere hierin. Er zit ook een beetje kaneel in en het is ook een beetje spicy. Het is een beetje een lekkere. Ja, dit is echt zo'n lekker typisch drankje vind ik. Als je merkt dat je net een beetje verkouden begint te worden. En denkt, oh ja, ik moet even een beetje iets pittigs hebben. Dat werkt bij mij tenminste altijd heel goed als ik verkouden word. Dus ik ga nu even lekker een smoothie maken met een beetje havermelk. Dat heb ik nog. Want Sel was hier te logeren en die drinkt havermelk. Dus ik heb havermelk, ik heb een banaan. En ik doe een schepje van Your Super Golden Mellow erin. Mocht je het ook eens uit willen proberen. Ze hebben nu 20% korting met mijn code. Die zie je hier in beeld verschijnen. Maar check ook de videobeschrijving. Geldig tot 15 april. Nu eventjes snel mijn smoothie in elkaar flansen. Even kijken. 200 ml melk. Ik doe net ietsje meer. Of is dit... Kijk hoor. Oh ja, dit is ook 200 ml. Ja, precies. Moet namelijk wel... Ik maak hem leven helemaal op. Moet ik wel een beetje onder die... Die mesjes zitten, anders wordt het erg lastig. Zo, hele banaan erin. Hopsakee. Handig drankje. Kun je dus als ontbijt nemen, maar ook gewoon gedurende de dag. Als je bijvoorbeeld tegen een uur of vier denkt van zo, ik heb even een kick nodig. Dan zou ik zeggen, dit is echt een typisch drankje waar je echt een enorme kick van krijgt. Omdat het lekker zo spicy is. Of na een lekkere wandeling door de regen en de sneeuw en de hagel. Want jongens, wat een gek weer is het toch? Zo, zou je ook nog zelfs avocado of zo erin kunnen doen. En check hoe geel dit eruit ziet. Niet normaal, hè? Nou, ik doe er even een lepeltje in. Een theelepel. Nou, ik doe het een beetje zo. Op gevoel, hè? Ik doe alles op gevoel. Zo. Deze erop. Was dat even simpel, jongens? Hoppakee. Heb je gewoon echt binnen een minuut of zo voor elkaar. Proost. Wow, check dit trouwens. Ik heb echt een heel vol glas hier. En ik heb ook echt nog behoorlijk wat over. Lekker voor morgen. Ik moest even iets opnemen voor een campagne. En dan ga ik nu snel door naar Wil. Nou, je kunt wel merken dat deze dag gevoelsmatig een maandag is. Jongen. Ik heb net een half uur lopen zoeken naar mijn laptop. Mike heeft de laatste tijd een handje van om spullen te verstoppen. Laatst was ik mijn telefoon ook al kwijt. En Jork belde, ik kon hem nergens vinden. Uiteindelijk zei ik tegen Mike, wij hebben hem gelaten. Ging hij even naar boven, kwam hij echt triomfantelijk terug. Terwijl ik echt een uur lang had zitten zoeken. En nu dus mijn laptop. Had hij ergens hier onder al die zooi hier in het raamkozijn, had hij dat ergens neergepleurd. Echt, ach, wat een ondeugd is dat al. En vooral op zo'n dag als vandaag, want we hebben het echt al heel druk.
Want Sel is op vakantie, lekker 2 weken. Ik ben echt stinkjaloers, want ik kijk in de buiten en ik zie alleen maar natte sneeuw. En bij haar zag ik vanmorgen op de gram dat ze gewoon lekker in een stoeltje zit. Kijkt tegen het berg aan, tegen de zon. Want ik dacht, fuck you. Nee, nee hoor, dus ze heeft echt meer dan verdiend gewoon. En nou ja, goed, die is op vakantie. Dus houdt in dat we heel veel dingen zelf moeten oppakken en door moeten laten gaan. En dat is dan wel weer even extra knallen. Ik ga de hond binnen laten en dan naar Wil. Daar is ze hoor. Ja, ik heb een heel, vind je dit ook typisch manlijf? Ik heb dit nog met even bewaard. Ik ben dus echt typisch dit. Oh, ik zit er wat sokken in mijn zak. Ja. Ik heb meegenomen van beneden. Spenen. Of, weet je wat ik tegenwoordig heb? Papiertjes van koekjes en snoepjes. Die komen overal in, omdat mijn kinderen het anders buiten op de grond gooien. Ja. Oh, ja, hier is onze collega. De leukste collega die er is. Ja. Hey, bedankt. Hè. Oh. Wat een lekker koud polletje. Ja, lekker hè. Ik heb hem geschoren met een tondeuze. Niet. Ja. Hé. Hij had zo'n gigantische mat in zijn nek. Hij vond het nog leuk ook. Hij zat ervan te lachen. Oh. Hij had hier, zeg maar, had hij echt super veel haar. En dit was gewoon helemaal kaal. Dus toen zei Jur, ze had mijn tondeuze pak. Ik zei, meen je dat? Hij zei, nou, waarom niet? Ik zei, is goed. Je had geen zin in het openhoeken. Nee, mijn buurvrouw die kapsje zei, oh, ja, heb ik ook gedaan hoor, bij mijn baby's. Is niet raar. Echt? Ja. Dat je de mat afschiet, zeg maar. Oh. Ook bij de dochter had ze het gedaan. Oh ja. Nou, maar wel echt als kleine baby dan. Ja, precies. Misschien valt er op zich al wat voor te zeggen. Hij vond het niet erg in elk geval. Anders had ik het niet gedaan. Super gabber. Dus voordat ik weer commentaar krijg, hè, van een mommy shaming. Ja, een leuk outfit. Leuk, hè? Deze heb ik gekocht van het cadeautje, het broekje van de Willentine Limited members. Oh, wat lief. Leuk, hè? Kijk, mijn collega is lekker hangen hier. Hè? Die zoekt gezellig even met mijn kleren uit. Hij gaat zo chillen. Ja. Je hoort het lekker gewoon. Relaxed, hè? We gaan lekker even kleren uitzoeken, vent. Voor een leuke campagne van Goods & Gusto. Ze wordt iets van outfit. Yay! Die is super veel aangevraagd. Zo leuk hoe goed hij het doet, hè? Ja, hè? Hebben we gewoon ooit een keer zo op een... is het een blauwe maandag verzonnen, maar ja. het blijft een leuk conceptie. Het koffietijd ook, er komt gewoon geen koffie in naar voren. Hoe kan ik nou zo mijn werk doen met zo'n heel schattig snoepje hier in de tijd? Heb je de hik? Heb je de hik? Ja, ik aan het werk. Siepe de piepdagen? Nee, dat is geen goede tien. Zo, even een lekkere lunch erbij en dan weer verder met alle taken oppakken die Sel nu niet op kan pakken. En hel, wat is dat een werk? Nu pas een beetje. Oh man, ik mis er nu al. Ik mis er maar, zeg maar 6 uurtjes op vakantie. Ja, wij kunnen dit niet. Wil is de jongens ophalen en het sneeuwt echt keihard en het regent en het hagelt heel raar weer. Ik zei tegen haar van, joh, ga lekker die jongens ophalen, ik pas wel even op Siep. Lekker even baby kroelen, want ik zei om dan met dat kleine hompie door dat rot weer naar buiten te gaan, dat vind ik zielig. Dus ik ben lekker even met jou te lopen, vent. Volgens mij ben je hartstikke lang. Misschien dat ik je eventjes naar je bedje doe eigenlijk zo meteen. Hè? Je ligt zo lekker te kreunen en te steunen. En nee jongens, er komt geen derde. Voorlopig in ieder geval nog niet. Ik heb echt mijn handen vol aan 2 kinderen van 1 en van 3 jaar. Ik heb wel gedroomd trouwens dat ik laatst zwanger was. Dat is nooit een goed teken. En toen droomde ik zo van dat ik zei, oh nou, krijg ik ze allemaal precies. Om 2 jaar, dat is lekker gepland. Nou ja, ik ben echt totaal niet van het plannen zoals je weet. Maar ik moest wel lachen om die droom die ik had. Maar man, ja, knap hoor van Wil dat het zo doet. Pff, ik zou het voor nu echt, ja, weet je. Je kunt er ook alleen maar denken aan de kinderen die je nu hebt. Terwijl als je nu zwanger zou zijn, dan ben je alweer bijna 1 jaar verder. En dan zijn je kinderen natuurlijk ook alweer een heel stuk groter. Maar dan nog, denk ik, jeetje, 3 kinderen. Ik vind mijn 2 soms echt al met de hele avondroutine en zo hoor. Dan denk ik, jeetje, eerder dat ik soms klaar ben beneden met alles. Is het soms echt 9 uur of 9:30, dan ben ik helemaal gesloopt. Laat staan met 3 zou ik helemaal denken van, hoe doe ik dat in godsnaam? Nou ja, dan weet ik wel inmiddels. Het gekke is, dat is toch wel mooi naar mensen. Mensen zijn net een chameleon. Je past je echt aan de situatie die je gewoon hebt. En gek genoeg, ja, kun je, hè, zijn mensen echt zo flexibel daarin. Want ja, je moet wel, je kan niet anders. En dat geldt eigenlijk in heel veel situaties zo. Het is wel heel bijzonder hoe, ja, hoe mensen daar omgaan. Slaap je nou? Nou, die luikjes gaan wel dicht, mijn moment.
Mini Jelle, ik ga jou eens even lekker op bed leggen, denk ik. Ik vind het echt al een hele prestatie als mijn eigen kinderen in bed liggen te slapen. Maar als je het kind van een ander nog eens in zijn eigen bedje krijgt te slapen, wat een geweldige zin, top. Dan vind ik het helemaal briljant. Dus voor mezelf, doe ze moi point voor vandaag. En ik heb alleen geen idee hoe Willemijn in godsnaam altijd die camera hier neerzet. Die babyfoon, zeg maar. Ja, ik heb hem nu heel raar op een krukje staan en weet ik het wat zo hierbij. Maar in ieder geval, je kunt een oor zien. Maar hij tukt. Yes. Of toch niet? Kom op, siepie, jongen. Ik ben weer thuis en ik pak even mijn Artie-poppen pakketje in. Met een kekke mama en nog wat lekkere extra pure chocolade-eitjes. Ja, dit is een draagdoek. Die heb ik verkocht. Want helaas, pindakaas, Zoe was toch niet echt een baby die dragen nou heel fijn vond. Ik heb haar wel een beetje erin gehad, maar... ja, nou niet echt heel vaak. Het is dus een ringsling, een Artiepoppen ringsling. Wel converted, als in het is niet een officiële ringsling. Het is gemaakt van een draagdoek van Artiepoppen. Maar ik ben heel blij. Er was iemand die wil hem graag voor me overnemen. Dus die ga ik op de post doen. Het pakketje is ingepakt. Superleuk geworden, al zeg ik het zelf. En ik krijg trouwens nog steeds veel vragen als mensen een kaart willen sturen waar het heen kan. Dat kan dus hier naartoe. Postbus 211-3950 AE Leek. En yes, ik heb ook de nieuwe zomergarderobe van Zoe binnen. Ik moet even kijken wanneer ik tijd heb om dit te laten zien. Misschien vrijdagmiddag of zo. Ik moet even kijken, want ik heb het morgen knijt druk en ik wil het wel met daglicht filmen. Dus misschien dat ik het even vrijdagmiddag doe. Dan nog een beetje unboxing time. Nog een pakketje binnengekregen. Volgens mij is dit van Smart Girls. Ja, echt jongens. Ellen, die heeft Smart Girls opgericht. Sowieso super initiatief om al dat soort verschillende type ondernemende vrouwen bij elkaar te zetten. Heel cool. Ze heeft ook allemaal mastermind programma's en zo. Met Annemarie van Gaal, maar ook met Marlies Dekkers. Ja, het is echt heel tof. En vereerd voelen wij ons om daar echt als spreker ook tussen te staan. En kijk nou! Gewoon een Toblerone. Dit is Ellen echt haar lijfchocola, om het zo maar te zeggen. Sommige mensen hebben een lijflied. Ellen heeft gewoon lijfchocola. Maar die geeft altijd Toblerone aan al die smart girls. En mijn eigen naam staat er gewoon op. Hoe cool is dat? Nou jongens, soms kom je mensen in je leven tegen. Die zijn dan zo bizar lief. Ik kan gewoon niet uitleggen met die vrouw wat het is. Ja, die is gewoon zo lief. En zo enthousiast. En zo heerlijk all over the place. En bubbly echt. Achter het woord super lief en bubbly in het woordenboek zou echt een foto van Ellen staan. Echt, ja, heerlijk mens is dat. En gewoon zo, zeg maar, zij overlaat je altijd helemaal met complimenten. En dat doet ze ook echt bij iedereen. Maar het is bij haar zo gemeend, zeg maar, het voelt niet als geforceerd of weet ik het wel. Dat kun je wel eens hebben, hè? Als iemand je een compliment geeft, dat je denkt, ja, dat doet ze bij iedereen. Maar bij haar voel je gewoon hoe ontzettend puur en zuiver dat is. En zelfs haar dochtertje, want ik volg haar natuurlijk ook gewoon op Insta, zelfs haar dochtertje heeft dat van haar. Dat is zo'n mooi eigenschap. Echt, ja, waanzinnig. Ja, gewoon en zo attent, hè. Ik ben er wel jaloers op, hoor. Hoe attent. Echt zo lief. Nou, ik moet zeggen, nou heb ik zelf ook net een heel leuk pakketje voor iemand samengesteld. Vind ik ook wel attent. Maar Ellen is gewoon next level attent, gewoon. Hier, ontzettend blij dat jij en Willemijn zo betrokken zijn met Smarkles. We hebben van jullie genoten op het podium, op de video en in het jaarprogramma. Inspirerende rolmodel voor heel veel jonge vrouwen en moeder zijn. En gewoon keihard een toffe business runnen. Jullie doen het gewoon. Heel veel dank voor alle lessen die jullie met ons hebben gedeeld. Hier staat er. Enjoy, liefst Ellen. PS, misschien mogen Maaike en Zoe ook een klein stukje. Ellen. Nou, mag wel hoor, maar Maaike is echt zo'n chocolademonster. Maar dit bedoel ik dus, weet je wel. Ja, ze is gewoon zo lief. Ik vind het echt, echt nou, een hartverwarmend mens. Als je het over een hartverwarmend zei, is dat dus echt heel erg mooi. Echt, I love Ellen, man. Oké, ik ga je twee pakketjes even op de post doen. Ik heb er twee en dan Noah uitlaten. Dan ben ik om 6 uur thuis, dan gaat Jorik de kinderen halen. En dan is het weer eten koken, doorbeuken, kinderen naar bed. En vanavond samen, hadden wij tegen elkaar gezegd, de enorme bult was opvouwen. Ik ben al geen eeuw meer naar onze postbus geweest. Dus even openmaken. Kijk, dat bedoel ik. Het zit waarschijnlijk weer helemaal gevuld. Oh, verder zit hier niks in. Nou, dat scheelt. Dan maar eens eventjes naar dit vakje. Oeh. Nou, er ligt genoeg in. Zo, waren er toch wel wat meer pakketjes dan ik dacht. En dit is altijd een typisch voorbeeld van werk wat er toch nog tussendoor komt. Het is nu 5:30. Toch nog even weer snel wat live zetten en dan pas de hond.
lekker gewerkt zoals je zag. Weer een druk dagje erop zitten. En nu tussendoor eventjes naar de allereerste basisschoolrondleiding. Jawel, die is een feit. Jeetje Mina, wat gaat de tijd toch hard. Bizar. Toen Mike 1 was, kon ik me niet voorstellen dat hij ooit naar de basisschool zou gaan. En nu is dat moment alweer bijna aangebroken. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Ik ga snel de kinderen ophalen. Rondleiding was echt heel erg leuk. Ik had er, ja, zo zie je maar weer dat je echt zelf moet gaan kijken en je mening moet gaan vormen. Want ik had bepaalde meningen ook wel gehoord over de school waar ik ging kijken. En zo zie je dan toch maar weer, dan ga je zelf kijken en ineens was mijn mening echt bijgesteld. Ik dacht van, oh, ik vind het echt toch een veel leukere school dan wat ik er zelf van gehoord had. En dat is niet per se omdat ze natuurlijk gewoon allemaal een mooi praatje houden. Maar ook wel echt een bepaald type gevoel. Ja, die persoon was ook gewoon heel eerlijk in hoe ze het verwoorden en wat ze zelf goed en minder vond en zo. En ja, ik vond het echt een heel eerlijk fijn beeld schetsen, moet ik zeggen. En tegen jullie gezegd had ik juist helemaal niet zo zin in de basisschoolperiode. Gewoon ook omdat het allemaal nu met de crisis en zo allemaal zo vreemd gaat. Dat ik echt denk, getver, het is helemaal niet... Ja, hoe, dat, hè, hoe onze schooltijd is geweest, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik dan jammer voor de kinderen. Ja, ik hoop tegen de tijd dat mijn naar school gaat, dat er alweer heel veel veranderd is. Maar ja, dat is natuurlijk afwachten. Maar nu ik dit weer gezien heb en ik ben die rondleiding aan het doen, denk ik, oh ja, ja, toch echt, ja, echt gewoon heel erg leuk. Ik heb er toch wel steeds iets meer zin in nu we dat zijn gaan doen. Ik zag er best wel tegenop namelijk, maar misschien is het ook omdat ik denk... Oh, hij wordt zo groot. Het is misschien een stukje loslaten. En nu ik het over de schattige Muppets heb, ik ga ze even halen. Muziekje op en gaan. Oh, kijk ze nou zitten, mijn lieve Muppets. Hè? Even een paar rozijntjes. Dan ga ik ondertussen even avondeten maken. Zo cute, hè? Ik kan ze al opfrikken. En ik ga ondertussen even de soep verwarmen. Hele lekkere soep. Super simpel. Heel snel gemaakt van Chicks Love Food. Skinny Six heet dat. Vind ik altijd echt heerlijk. Zijn echt toprecepten. Voor mijn gevoel ook altijd lekker gezond. Skinny Six dus van Chicks Love Food is pompoensoep. Heel simpel uit mijn hoofd. Zeker als je pompoenblokjes koopt. Heb je het helemaal reeds snel gemaakt. Pompoenblokjes die doe je in een pan met een beetje olijfolie. Nou, die bak je een beetje aan. Daar doe je dan een tintje knoflook bij. En 2 eetlepels, dacht ik, van die gele pasta curry. Dat roei je door elkaar. Vervolgens doe je er kokosmelk bij. Een blikje. En 700 ml water. En een groentebouillonblokje. En dat laat je dan eventjes staan. Een minuutje of 20, 25 denk ik. En dan prik je even erin. Kijken of die pompoenblokjes goed gaar zijn. En dan het puree in het. Nou, super simpel. Echt heel erg makkelijk. Woensdag doe ik sowieso vaak een broodmaaltijd. Of iets wat ik nog in de vriezer heb liggen. In ieder geval iets makkelijks. Dus wij eten lekker deze pompoensoep op. Mag ik het? Wat wil je? Mag ik het roeren? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, jongen. Pas je wel een beetje op dan? Ja. Nee, je moet de lepel goed vasthouden. Word jij later kok? Yeah. Ja? Nee, ik was politie. Oh, politie. Kon ik ook mijn boeven vullen. Zo, chef kok Mike, heb je al je pompoensoep op, jongen? Mag nu lekker je broodje avondslag. Goed hoor. En je rozijntjes, heerlijk. Ik heb politiebrood en ik kras. Echt waar? Ja. Een oranje, zei je? Ja. Wow, en gaat die ook heel hard? Ja? Nee. Heel hard, kijk! Oh, dat is wel heel erg hard zeg. En welke juffies waren er vandaag? Dat is Imi. Imi en wie nog meer? Claire. Wat gezellige boel. Wat leuk. Nee, liever niet zelf hoor. Smeer. Nou vooruit. Is lekker. Ik heb voor mezelf geen lepel gepakt jongens. Nou, doe maar even zo. Heb je zo? Nee, ik heb een lepel nodig. Wil jij die voor mij pakken? Ja? Oh, dat zou ik heel lief vinden. Nee, dat is mama. Doe maar zo'n grote lepel, Mackie. Hele grote. Nog een. Geef je. Geef je. Bedoel je zo'n lepel? Ja, zo bedoel ik. Laat eens kijken. Zo, kijk eens, het begint weer te stormen, hè? Ja, we liggen in stormen. Man, man, man. Man, man, man.
Op woensdag vind ik het altijd best wel aanpoten. Het is nu 7:30 en ik moet nu eigenlijk nog 2 kinderen naar bed brengen voordat het 8:00 is. Vandaar dat ik de meditatie ook vaak samen met Mike doe. En oh, oh, oh. Hier, hallo, zegt ze tegen afstandsbediening. Oh, 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 wat gaan kinderen toch lief spelen vlak voordat ze naar bed moeten met elkaar, hè? Dag, schat. Tot morgen, liefie. Lieve zoon, gaan we slapen. Je weet het, hè? Tanden op elkaar, poetsen, poets, poetsen, poetsen, poets. Linker, rechterkant en de voorkant. Poetsen, poetsen, poets, poetsen, poets, poetsen, poetsen, poets. Dan de bovenkant, de achterkant. Lekker hagelwit, hagelwit, lekker hagelwit. Poetsen, 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 poets. Lekker hagelwit, hagelwit. Mag ik eens ruiken? Dat kan nog frisser. Blijven poetsen en kwijlen. Wat maakt het ook allemaal uit? Da 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 da. Lekker hagelwit, hagelwit. Kan zo een liedje voor. Een nieuwe tandpasta merk zijn. Ben je klaar? Mag ik kijken? Doe zo. Oh, ik zie nog 1 stukje hagelslag. Draai eens om. Kom eens. Ja. Oh, hier. Oh, snel, wacht even. Ik heb mijn. Oh, moment hoor. Oh, kom maar hier. Stomme hagelslag. Petrie, tik. Hou je mond open hoor. Ik heb mijn. Oh, hij ontsnapt. Maar ik heb hem gevangen. Kom, gaan we spoelen. Ja. Hier zit hij aan. Hij is weg. Kijk, daar zit hij. Dat kleine bruine stukje. Hier. Kom, gaan we even poetsen spoelen. Nou, Mike, is dit even gezellig? Vind je niet? We gaan beginnen. Iedereen heeft zijn kaarsje aan. Gaan we lekker samen mediteren, Mikey? Okay. Kom, ik ga lekker naast jou liggen. Dat was de meditatie. Het is 9:00. Ik weet niet wat het was, maar ik heb het echt rete koud. Echt niet normaal. Ik voel me echt een sneeuwpop gewoon. Ik heb het echt super, super koud. Ik ben echt op het bot gewoon koud. Geen idee of het door die meditatie komt of zo. Maar Mike was juist klein te warm. Dus dat was echt een enorm contrast. Het kan ook komen omdat ik misschien oom moet worden. Dan heb ik het vaak ook wel echt heel erg koud. Het is wat jongens en vrouwen zijn af en toe. Oh jongens, heerlijk. Gewoon een avondje me-time gehad. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit spul van Urban Alchemy. Dat heb ik ooit bij Sue gekocht. Het is een soort toningdruppel zijn. Het werkt wel echt heel goed. Soms doe ik dat door mijn conditioner heen, maar nu mijn haar weer vrij gelig geworden is, heb ik het als leave-in product gebruikt. Dus ik heb het nu gewoon in mijn haar zitten in een handdoek en ik ben benieuwd als het morgen dan opgedroogd is of ik lekker mijn haar weer een stuk koeler heb. We gaan het zien. Pyjama aan, badjas aan, lekkere dikke sokken aan. Je zou niet zeggen dat het april is. Ik vind mezelf trouwens wel echt een baas. Check even hoe idioot veel was ik gisteren. Nog opgevouwen heb. En dus een van de stomste werkjes ook. Het allemaal opbergen. Maar het voelt altijd wel weer heel lekker als het gedaan is. Beetje jammer dat er inmiddels wel weer 2 wasjes op me aan het wachten zijn. Nou, dat klusje gaat naar morgen. Lekker thee drinken en naar bed. Toedeloe. Zo, komt u maar door. Komt u maar door. Zijn we scherp? Ja, goedemorgen lieve mensen. Nou, wat betreft die Alchemy Drops waar ik het gisteren over had, wat ik in mijn haar had gedaan. Het is wel goed voor jullie dat ik echt een klassieke fout heb begaan. Want nu kun je wel heel goed zien wat het doet. Kijk, want ja, het is bijna een uitleg benodigen. Deze kant heb ik eigenlijk niet goed ingesmeerd. Ik zal je straks uitleggen hoe dat waarschijnlijk komt. Sommige delen zijn hiervan ingesmeerd, andere niet. Maar dit is dus hoe mijn haar eruit zag. En dit is hoe de andere kant eruit ziet. Check even hoe assig, bijna blauw-paarsig het is geworden. Dit is de eerste keer dat ik het als leave-in product heb laten zitten. Normaal doe ik het dus een klein beetje door mijn conditioner. En laat het heel even 5 minuten zitten. Dan heb je echt een soort van klein kleurverschil. Maar dit heb ik dus nu een hele nacht laten zitten. Wow, is een smuik voor de eerste keer dat ik het een hele nacht doe. Echt amazeballs dit. Ik bedoel, sommige delen zijn serieus gewoon paarsig, blauwig. En sommige stukken zijn zelfs zilver.
Bizar hoe idioot goed dit dus werkt. Dus mocht je echt heel veel last hebben van geel blond haar. Of je hebt zilverblond haar. En je wilt dat gewoon mooi houden. Ja, die drops zijn nogmaals niet heel goedkoop volgens mij. Maar het werkt wel als een tiet. Tip van 10, ook voor mezelf. Hoe komt het nou dat deze kant niet gepakt heeft? Het ligt niet aan het product, het ligt aan mijn manier van aanbrengen. Want ja, het is echt bizar, joh. Kijk hoe cool dit is in vergelijking met dit. Hoe warm. Nou, ik zal het even aan de zijkant doen. Kijk, ik heb het met mijn domme hoofd. Heb ik het gisteren onder de douche. Ik had echt superveel. Ik had echt 20 van die druppels of zo. En normaal moet je er 2 tot 8 doen. Maar ik dacht, ik pleurde lekker veel in, want mijn haar is gewoon heel warm. Maar, zo bizar, hè? Hey, echt gewoon, ik zie gewoon echt stukken, gewoon bijna wit zilver ertussen hier hangen. Kijk dan. Zo. Nou ja, anyway, ik heb het zo door mijn haar heen gedaan. Zo. En mijn haar allemaal naar één kant gedaan. Dat was niet zo handig. En mijn haar was helemaal nat ook. Ik heb het eerst een beetje uitgeknepen en daarna dit spul er dus in gedaan. Toen een handdoek gepakt, om mijn haar heen gebonden en mijn handen heel goed gewassen. Maar ze zijn nog steeds blauwig. Net een beetje of ik een smurf vermoord heb. Maar goed, je ziet wel echt het resultaat. Het werkt dus echt enorm goed. Maar ik had beter dus eventjes mijn haar in tweeën kunnen verdelen. Als Pippi Langkous. En had ik het beter eigenlijk per stuk in moeten smeren. En ook hier goed heel boven nog een stuk beter. Maar ja, het is zo dun en zo hardnekkig. Want het geeft wel echt een kleur af. Dat je ook niet, ja, je wil het ook gewoon een beetje snel in je haar hebben. Zodat je een handdoek overheen kan doen. Maar goed, dat vergt nog wat oefening. Maar nu weet ik dus wel dat hij als, ja, dat hij als leave-in product echt wel heel goed werkt. Nou ja, geen nood aan de man. Ik ga vanavond, als ik ga slapen, ga ik dit stuk er even nat maken. En dan ga ik het vooral aan deze kant er even goed in doen. En misschien dat ik het eventueel nog hier een beetje aan de bovenkant een beetje doe zo. Maar goed, ik ga het vanavond weer even helemaal even in de drop zetten, zeg maar. Ik wil eigenlijk nu even die H&M bestelling doen. Ik laat even de boel de boel. Want het oude papier wordt vandaag opgehaald en het plastic. Ik denk dat hier ook nog wel heel veel plastic achterweg komt. Dus laat ik maar even snel doorheen rouzen. Dan kan dit nog even aan de straatkant staan. Sokjes. Deze zocht ik al heel lang van H&M. Of hoe zeg je dat? Was ik heel lang op aan het wachten. Was elke keer uitverkocht deze kleur. Maar deze is echt perfect voor haar garderobe. Ik grijp snel mijn kans, want ze zijn nu nog aan het spelen. Heel braaf. Dus let's go. Het ziet er allemaal wel een beetje groot uit. Maar iemand had me daar ook al voor gewaarschuwd. Maar ja, goed. Hè, het is niet anders. Op maat 80 past het toch echt langzamer. Maar zeker niet in. Deze vind ik zo leuk. Kijk, dit is een hoedje. Ja, grappig. Als je zo naast elkaar hangt op een stoel, dan zie je echt wel heel goed een beetje wat haar kleurenpalet is. Zo leuk. Dus inderdaad, er zit wel roze in, maar echt meer heel warm roze en echt een beetje dat crème en zo. Ja, grappig. Het is echt een beetje Willemijns kleurenpalet, zou je echt kunnen zeggen. Zo geinig. Ik ben stiekem een beetje loers. Ik vind het namelijk altijd hele mooie kleuren. Dus ik trek ze soms ook gewoon wel lekker aan. Haha. En dan pas ik mijn make-up er wel eens een beetje op aan. En ik vind het dus best wel een kunst om een garderobe te kiezen. Waarbij je dus niet alleen maar setjes kiest die sowieso bij elkaar passen. Maar ook echt dat de stukken onderling ook bij elkaar passen. Volgens mij ben ik er dit keer wel redelijk in geslaagd. Ik vind het dus best lastig. Maar volgens mij ben ik er redelijk in geslaagd. Want dit past leuk bij elkaar. En dat is eigenlijk dus, zijn 2 losse stukken.
En eventueel zou het nog met zo'n vestje erbij kunnen, hè, als het wat kouder is. Dus nou, volgens mij heb ik het goed gedaan. Of bijvoorbeeld deze. Daar kan je dan natuurlijk deze legging onder doen. Het komt qua kleur redelijk overeen. Als het echt heel erg koud is. En eventueel zou je er nog een shirt onder kunnen doen. Ik denk niet dat ik daar fan van ben. Maar ik heb nog wel een wit gehaakt vestje of zo. Wat je er overheen zou kunnen doen. Maar ja, zo kun je het eigenlijk ook wel zo combineren. Dat je het in meerdere seizoenen ook aan zou kunnen. Ik kan wel niet wachten, eerlijk gezegd, totdat het zonnetje lekker schijnt. Dus deze gewoon alleen aan kan. Zo cute. Of deze, dat gele truitje met die madeliefjes broek eronder. Zo leuk. En deze paperback broek lijkt me ook wel echt heel leuk met zo'n wat meer roze shirtje erop. Ook wel heel erg cute. Ik denk dat deze combinatie ook wel leuk is met die paperback broek. Want de knoopjes komen weer een beetje terug in die kleur van die broek. Ja, leuk. Mike, kom eens hier met die vieze vette grote billen. Kom eens hier met die vieze vette grote billenbak. Het ze derry. Nou, laten we jouw outfit maar even zien, hè. Als mij toch niet wil komen. Nog een beetje te groot. Dat had ik wel verwacht. Maar kijk nou, hoe schiet. Hoe schiet. Ja! Ja, zo mooi. Staat je mooi, schat. En deze ontzettende lieve kerel, jongens. Die helpt mij altijd super goed met de was, hè, Mike. Hou ik hem hier vast. En jij daar, hè. En Zoe ligt lekker op bed. Hebben we ook al samen gedaan. Oh, hou je dat vol zo? Ja. Oké. Okay. Zeker. Goed zo. Tot er een hiphoofd zijn. Ben je er los? Oh, wat ben je toch een topper. Nou, fantastisch. Kom. Dit op het toetsenbord gooien. Ja, op zijn kop gooien. Alles. Alles, hoppa. Zo, dat is nog zoveel was, jongen. En we hebben heel veel werk. En ik en mama hebben wij heel veel was. We hebben heel veel was, ja. We hebben heel veel was. Het valt op zich wel mee, maar we hebben wel weer wat te doen. Ja, ja. Dat klopt. Ja! Oh, high five. En terwijl ik even de kleren van Mike aan het opbergen was, die ik had afgewassen, gewassen, had hij blijkbaar een proefje gepakt. Is hij helemaal boven naar die kast geklommen. En heeft meneer zich daar lekker geïnstalleerd. Met een beetje chips. Mag dat? Nee, dat weet jij ook heel goed, hè? Ik ben ondeugend, man, jij. Nee, wat ben jij? Een ondeugende snoepje. Een ondeugende snoepert. Lekker de bank ook vies gemaakt. Zucht. Ik kan ook gewoon nooit wat doen in huis. Of er wordt gewoon wat uitgespookt. Jeetje jongens, dat haar sowieso los van de kleurverschil nu eventjes. Dat, dat trekt wel weg als ik dit vanavond even ga fixen. Los van het kleurverschil, ik ben er zo freaking klaar mee. Echt, ik weet niet wat ik eind april bij Soe ermee ga doen, maar... Zat van gewoon. Even met de WZ2 ondeugden naar de markt. Wat fruit kopen. Groentetjes. Gezellig. Ja. Oké, okay, let's go. Zo, hebben jullie weer lekker een koekje gekregen, hè? Geluksvogels. Lekker hoor, naar de markt, hè, Mike? Mooie vrachtwagen. Kom, gaan nog even een stukje lopen. Bouncen op die kerkbiet, je weet zelf. Te grappig. Het zijn van die momenten die je niet meer wil vergeten. We stoppen nog even kort bij een speeltuintje voor we naar huis gaan. Nou, dan hebben we toch weer een leuke gezellige dag erop zitten, hè jongens? Ja. We zijn samen even aan het koken, hè. Pennen, broccoli, een beetje crème fraîche en knoflook. En gerookte zalm. Echt super simpel, jongens. Gewoon pennen met broccoli koken. Doe je een knoflookteentje door de crème fraîche heen. Aan het einde, als je het afgegoten hebt, dan doe je zoals Mike, drapeer het lekker erdoorheen. En gerook zalm erover en wat citroen erbovenuit knijpen. Presto! Eet smakelijk! Ik ben een beetje de zooi aan het opruimen, jongens, met de kinderen in bad. En ik heb de vrienden van Amstel Live opstaan. Dat vindt de schoonmaak namelijk altijd heel leuk. Ik moet het zo lachen, hoor. Vet feest hier.
terwijl Jor daarmee bezig is, heb ik eventjes alvast het pyjamaatje klaargelegd en zo. Luier opengevouwen en ik ga even oude kleren even wegdoen. Of wegdoen, even kijken wat ik in de vuilniszak doe en wat ik zelf bewaar nog voor eventueel reserve. En even de commode even opnieuw indelen. Oh, dit was haar allereerste soort van zwempakje in 3 tot 6 maanden. Die heeft ze nooit aangekund. Op zich, als je hem op die andere ziet, dan denk je, nou ja, het lijkt bijna even groot. Maar dan zie je dit, denk je, oh nee, toch niet. Dus nou ja, die gaat maar weg. Wordt gedragen. Hallo, ik ben lekker met Sipi again. Ik wil eens even die jongens halen. Ach, dat arme mens. Echt wil als je dit ook weer ziet. Ik heb echt mad veel respect voor je. 3 kinderen en ze duren echt veel weg. En alles in je eentje. Echt, ik snap niet hoe je het af en toe doet. Echt een diepe, diepe buiging voor jou, man. Want nou ja, het is wel fijn dat ik er nu ben. Dan hoef je Sipi niet helemaal mee te slepen naar school. Zo, zit je lekker te poepen. Dus dan kan ze eventjes lekker de jongens even alleen even halen. Maar ik snap wel dat ze het vervelend vinden dat de BSO nu niet doorgaat. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik bedoel, je zet ze op school. We hebben nu zeg maar vanochtend een bakje koffie gedaan. Of een bakje thee eigenlijk met alle Unlimited members via Zoom. Dat was super gezellig. Daarna hadden we een call met Charlotte van Charlotte's Law. Misschien kennen jullie die ook wel, zo niet. Echt zo'n tof wijf. Moet je echt even volgen op Insta. Ze gaat weer een boek uitbrengen over ondernemerschap. En heeft ze ons voor geïnterviewd ook onder andere. Nog een paar andere ondernemers, dat is super leuk. Maar inderdaad, dat hadden we dus gedaan. En dan is het gelijk alweer 10:30 en moet ze alweer naar school. Ze zegt ook van, nou ik heb ook echt het gevoel dat ik breng ze naar school en dat ik ze 5 minuten later alweer moet halen of zo. Dus nou ja, goed. Maar dat betekent wel dat ik en Siep lekker samen zijn. En mijn haar is lekker, hè? Ik heb het gefixt aan de andere kant ook. Ziet er een stuk beter uit. Nou, dit bedoel ik dus. Hartstikke top voor een opfrisbeurtje tussendoor. Het werkt echt rete goed. Het is net of je een smurf vermoord hebt nogmaals, als je naar je handen kijkt. Maar hey, alles voor het goede doel. Nou jongens, we hebben echt een hele... Wat is dit? Nou, laten we zeggen, dit was een voorproefje van zeg maar de werkdag. We hebben lekker veel met de jongens half in, half uit. We hebben wel wat echt gedaan. Lang. Oh, volgende week heb ik BSO. Echt, thank God. Ja. Wat is dit? Een grapefruit. Nou, dit is de afsluiting van de week vlog. Omdat ik al heel veel materiaal heb geschreven tegen Wil. Ik ga het gewoon afkappen. Want dit weekend heb ik ook niks bijzonders. Ik heb een hele dikke shoplog hierin zitten van zoiets kleren. Dag lieve Siep. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Ik wens jullie weer een hele fijne week toe. En tot de volgende keer. Ik zie jullie in de volgende vlog. Doei!